Hey, zoals jullie zagen heb ik een reeks swatches gedaan voor jullie. Dat zijn de swatches van mijn Wet n Wild Mega Lash Lipsticks. Ik heb er in totaal 9 stuks en ik ga een klein beetje uitleg geven over de lipsticks, de kleuren, de formule en zo van die dingen. Dus laten we gewoon beginnen. Er zijn 2 van de 9 lipsticks waarvan ik geen fan ben, gewoon omdat de formule een klein beetje anders is dan van de andere 7. En dat zijn Pinkerbell en Just Peachy. Deze 2 hebben een redelijk droge formule. Ze brengen niet zo gemakkelijk aan. Bij het aanbrengen heb ik het gevoel dat mijn lip een beetje wordt meegetrokken omdat het zodanig droog is. En de manier waarop dat op de lippen zit is ook absoluut niet mijn favoriet. Je ziet de droge velletjes op de lippen als je droge lippen hebt. Het aanbrengen is moeilijk, zoals ik zei. Het voelt niet zo crèmig, net als de andere lipsticks. Dus dat zijn 2 van mijn minst favorieten. Ook de kleur van Pinkerbell. Een zeer flashy roze kleur. Iets wat ik eigenlijk niet zou dragen. Het is een beetje een miskoop geweest. Ik heb deze gekocht op de website van Boozy Shop. En ze waren toen, dat ik ze gekocht had, mijn 25%. En ik had zoiets van, ik ga ze meedoen. Omdat het toen nog meeviel van prijs. Maar uiteindelijk, ik draag hem nooit. En dan de kleur Just Peachy. Dat is exact hetzelfde probleem. De applicatie is ook redelijk moeilijk, gewoon omdat hij ook aan mijn lippen trekt. En dan de finish. Ik vind dat er een beetje crusty uitziet. Je weet wel, de droge lippen met dan lipstick op ziet er meestal niet zo mooi uit. En ja, het is gewoon niet mijn favoriet. En dan de andere 7 daarentegen, die hebben qua formule een veel betere afwerking. En die zijn meer mijn favoriet. Ik ga niet zeggen alle kleuren, maar de meeste toch wel. De kleur die ik nu op heb is Bear It All. Dat is de bruine nude kleur die ik aan het begin van de video heb laten zien. En dat is één van mijn favorieten. Eigenlijk is dat eentje dat ik niet genoeg draag. Het is zo'n beetje een kleur dat je vergeet. En eigenlijk vind ik het wel een dagdagelijkse kleur. Als je deze lipstift op hebt, moet je wel zien dat het er de ganse dag door goed uitziet. En niet dat je aan het eten bent. Het komt er ten helft af. Want dat is het minpuntje. En een gewone lipstick is dat er niet de hele dag blijft opzitten. Ze blijven redelijk lang zitten, maar niet de hele dag. En dan moet je constant in het oog houden of het nog goed zit, of dat niet op je tanden zit. Want dat is ook niet mooi. Just Peachy ziet er een beetje uit zoals Bear It All. Alleen brengt deze niet gemakkelijk aan. En Pinkerbell is gewoon niet my cup of tea. Dan om het nog eens te hebben over de verpakking. Uiteindelijk, de verpakking, je betaalt er 3 euro voor, geloof ik. Dus je kunt niet verwachten dat je een super mooie verpakking hebt. Al dat ik vind dat de verpakkingen van Essence en zo veel mooier zijn. En die zijn zelf nog goedkoper. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van spendeer ze het geld aan het product of aan de verpakking. En je weet zelf ook dat je verpakking betaalt. Dus dan heb ik liever dat het product dat erin zit veel beter is dan de verpakking die mooi is. Dus het is gewoon een zwarte onderkant, een transparante tube waarop staat Wet n Wild. En onderaan een sticker in de kleur van de lipstick. Dus zeer simpel ook. En dan nog een laatste opmerking over deze lipstiften. Is dat de lippenstiften, een keer dat je ze afgenomen hebt, een kleur achterlaten op de lippen. Dus een beetje een stain eigenlijk. Het is wel een beetje vervelend als je een kleur uitprobeert en hebt niet echt zin om dat te dragen. En je neemt het af dat de kleur eigenlijk redelijk veel achterblijft. Ik heb nu zeer veel gewreven met een make-up remover doekje en een olie gewoon om het eraf te krijgen. En dan nog waren mijn lippen fel, fel roze gekleurd van alle lipsticks uit te proberen. Dus met een beetje concealer erover en dan de juiste lipstick. Kunt je het wel camoufleren, maar het is gewoon iets dat vervelend is, vind ik op zich. Dit waren de swatches en de review voor jullie. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dat jullie deze video een beetje interessant vonden. Geef deze video een thumbs up als jullie meer reviews willen zien. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!